Goedemorgen. Farmers Friday ben je van me gewend dat het op vrijdag is. Maar omdat het vandaag donderdag is. en ik in de gelegenheid was om bij schapenboer Erwin langs te gaan. voor Farmers Friday, um, ja, zijn we vandaag te gast bij Erwin. Goedemorgen Erwin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, ja de, bij de schapen, jullie weten het allemaal in Nederland. we hebben heel veel te maken met de wolf in Nederland. En um, ja, Erwin, het is alweer een tijdje terug, zei je dat in juni. is de wolf bij jou in het land op bezoek geweest. Wat is er gebeurd? Uh, dus de derde aanval uh, was dat in juni. Toen hebben ze één schapen helemaal opgegeten, en uh, vier waren direct dood, die, die ook uh, dood had gemaakt. En uh, zeven zijn geëuthaniseerd. Jeetje. Ja. Um, nou, je uh, vertel eens van: uh, ja, die wolf die is dus in Nederland gekomen, die komt uh, vanuit Polen. Dat, je zei al vanmorgen al van: dat heeft ongeveer zo'n 20 jaar geduurd voordat de wolf uh, hier naartoe trok. Dat kwam eigenlijk omdat de muur uh, is gevallen en was de gelegenheid voor de wolf om naar Nederland te komen. Uh, um, hij is hier nu in Nederland en vooral in het noorden uh, gesignaleerd uh, bij heel veel schapenboeren. We staan hier in Drenthe. En uh, die wolf heeft flink huis gehouden. Ja, wat, uh, wat voor uh, maatregelen kun je tegen daartegen doen? Ja, dat is uh, heel lastig omdat het tegen, tegen bescherming tegen de wolf. Want uh, ja, we, we kunnen proberen een afrasting te zetten van 1,20 meter hoog waar het wordt. Maar ook dat is gebleken dat het niet helemaal uh, wolverend is. Want een collega van mij uh, is er ook twee keer nog in geweest, ondanks dat de wolverend uh, raster er stond. Ja. En uh, de tweede, het moet ook uitvoerbaar zijn uh, om overal uh, 1,20 meter draad omheen te zetten. Dus dat valt ook niet mee. Nee, want dit is een heel groot weiland. Je zei al, ik heb 25 van dit soort grote velden. Ja. Hoeveel schapen heb je hier staan? Uh, hier lopen uh, 115 lopen hier. Ja, dus dat is dus best een hele investering als je hier natuurlijk een hek omheen moet zetten. En uh, ja, als je wat minder schapen hebt, dat is dat te doen. Dus een, wat voor investering hebben we het dan over? Ja, ja, ik denk, uh, uh, ik heb achterkant uh, een sigarendoos een beetje berekend. Dat we alleen aan aanschaf van materiaal om erbij 100.000 euro kwijt zijn. Ja. Alleen, uh, daar praat ik alleen aan aanschaf van materiaal. En daar is dan nou niet de arbeid binnen. Het moet ook allemaal neergezet worden, weer opgenomen worden en opnieuw plek weer neergezet worden. Dus het is ook een stukje arbeid wat er echt wegkomt. Zeg maar. Dus dat is wel een gro grove investering. Zeg maar. ja. Krijg je daar ook een vergoeding voor van Europa zeg maar, of van, van Nederland, omdat we zo graag de wolf terug willen in onze samenleving? Nou, de, volgens de overheid kunnen we een subsidie krijgen van 20.000 euro maximaal voor uh, afrassing van uh, voor, voor, voor de schapen, ding de Wolf. Maar in Duitsland uh, heb ik onderzocht, daar uh, hebben ze in 2020 en maart 2020 uh, die regel laten vallen dat er een maximum een vergoeding van 20.000 euro eraan zit. Dus uh, dat is dus ook ongelijke concurrentie. Want degene die daar uh, een investering doet van 100.000 euro, die krijgt wel vergoed. En wij krijgen maximaal 20.000 euro. En meer kan niet, zegt de overheid. Terwijl de Europese de Commissie toestemming heeft gegeven aan Duitsland dat die wel uh, meer moet investeren dan de 20.000, omdat die wolf op de beschermde status van de rode lijststaat zeg maar. En even terug naar van het zomer. Jouw schapen staan hier, die wolf die komt jouw land binnen of jullie land binnen, want er zijn hier meerdere boeren. Ja. Uh, wat hebben jullie toen gedaan? Want ik kan me voorstellen dat je dan naar de burgemeester gaat en dan zegt: Goh, we hebben een probleem hier. Ja, natuurlijk. Uh, in eerste instantie niet, want nou ja, eerst moeten er meerdere aanvallen komen. Totdat de overheid ook een beetje ziet, de, de lokale politici en de, 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 de uh, provincie en zo, dat dat, zien dat het echt een probleem wordt. Dus ja, en dan proberen ze je wel te helpen. Maar ze kunnen eigenlijk ook niks doen voor ons. Ja, ze horen het verhaal aan. en Ze horen een beetje. beschermingshonden tussen de schapen. Maar. Uh, de, de, heel veel honden hebben neospora bij zich. Neospora ja. de, de, veroorzaakt abortus bij de koeien. Ja, dat is een soort bacterie? Ja, soort bacterie, ja uh, want het is niet verstandig dat je honden in een weiland laat. Nee. He, want dan poepen ze en dan ja. komt daar dus een stofje vrij. Ja, heel veel veeboeren willen ook absoluut niet hebben dat de honden uitgelaten worden in hun land. Nee. En dat is met name om de neospora dat er geen abortus bij de koeien komt. Nee. Dus heel veel uh, melkveehouders waar wij zo van zijn, die willen niet dat de schapen in het land komen met een hond ertussen. Dus, dat is ook geen optie, zeg maar. Nee. Dus Je kunt van alles wel leuk bedenken, maar het moet ook wel uitvoerbaar zijn. En degene waar je het land hebt, is beter gast. Dus je kunt niet zeggen: ik doe de hond erbij, terwijl de welveelheid dat niet wil. Nee, snap ik. Um, ja, je vertelde ook, uh, want we hebben eerst even koffie gedronken en even bijgepraat, vertelde dat het ook emotioneel heel veel met je heeft gedaan. hè? Ja, uh, toen 11 juni, uh, toen de aanval was, uh, toen uh, we hadden, uh, eentje was opgegeten. Vier waren direct dood en zeven moesten geëuthaniseerd worden. Dan heb je de eerste pakje vast en de dierenarts die komt en die, die gaat hem euthaniseren. Maar bij de zevende, dan heb je een stapeltje van die dode lammen naast je liggen. Dan denk je, ik hou er mee op. Ik ben thuisgekomen, ik heb tegen mijn vrouw gezegd en tegen mijn kinderen, ik zeg hou hem mee op. Want emotioneel doet het heel veel met je. Buiten de zakelijke en de vergoeding allemaal om, daarvoor heb je geen dieren. Want hij heeft ze gewoon, de ene had een kaak kapot en de andere had minder kapot, en de andere had een gat in de hoofd, en de andere had het been gebroken. Dus ze, ze, hij, hij taken ze gewoon toe zonder dat hij ze opeet. Ja. Dat, is, dat is gewoon verschrikkelijk. Daar als ben je, als je dan, dat, 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 dat bij geen schapenboe voor, daar ben je geen dierenliefhebber voor. Even naar het proces, zeg maar, want uh, dan gebeurt zoiets, hè. Dan, dan moet jij dus iemand bellen. En dat, dat een organisatie die hiermee bezig is, dat heet B12. B12. Hoe, B12. Wat, ja. hoe gaat zoiets in zijn werk? Nou, je, je, je probeert eerst die mensen al aan de telefoon te krijgen. Dat is vaak al een heel groot probleem, want nou, ze moeten 24 uur per dag uh, bereikbaar zijn, 7 dagen in de week. Maar dat is al vaak een probleem om de, om de juiste persoon aan de telefoon te krijgen. Dan nemen ze alles van je op. Dan wordt je doorgeschakeld. Dan, dan uh, wordt uh, er. Een externe uh, taxatiebureau wordt ingehuurd. En die komt er bij je langs. En die gaan dan de schade opnemen, DNA-monsters nemen. en uh, nou, de hele rattenplan kijken. DNA van die sporen van die wolf? Ja, DNA ja, kijken als, als het uh, een hond is geweest, of een vos is geweest, of dat het een wolf is geweest. Maar vaak, dus we kunnen nog wel zien wat ja. een wolf is of wat, uh, dat er iets anders is. Dus die, die organisatie die komt er langs. En die, die moeten onafhankelijke taxateurs moeten zijn. Maar die komen met een lijstje van bij 12 mee. waar ze de schaap moet taxeren. Ja. Dus dat is, dat is te gek voor woorden. als we twee dezelfde auto's hebben. met die van deuken deurken en die van jou niet. Dat, dat die auto allebei bij de gelijkwaardig getaxeerd wordt. Dat kan toch niet? Ja. Dus onafhankelijke taxateurs moeten dan met een prijslijst van bij 12. de schapen hanteren. de prijslijst van, van de, van de schaap van 2019. En we leven in 2022. De schapen zijn 30-40% duurder geworden vanaf 2019. Maar ze hanteren nog steeds de prijzen van 2019. Dus ja, dan ben je in mijn ogen geen onafhankelijke taxateur. Nee. Nee, dus dan uh, komen ze. Um, ja, ik zou dan zeggen: van uh, zij gaan terug met een soort DNA-testjes. Of het een wolf is geweest of niet. Ja. ja, dat zou je zelf ook kunnen doen. Om te kijken of, of ja, wat jullie eruit, uh, dat je nog een onderzoek doet. Zeg maar een soort second opinion. Ja, nou, er is een collega van mij die heeft een uh, monster heeft die, uh, 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 gepakt. Hij zei: Deze wil ik zelf bewaren. En die wil ik zelf laten onderzoeken. Toen is die, uh, die, uh, die taxateur is toen weggegaan. Omdat die toen, uh, uh, het was, was niet geoorloofd dat hij een monster zelf ging bewaren die jij die, die, die zelf moest laten onderzoeken. Dat mag absoluut niet. Dus die, uh, die, uh, die taxatie is toen gestopt. Alleen omdat hij gewoon een second opinion wil bewaren voor hemzelf. Dat mocht niet. Dat is toch raar? Dat is zeker raar. Want uh, mijn collega die wordt laten onderzoeken als een hybride wolf was of een zuivere wolf. Dus die heeft heel Nederland belangers gebouwd bij de organisaties die dat kunnen doen, de onderzoeken. Alleen kom iedere keer weer terug bij Wageningen. Bij 12 heeft een contract met Wageningen dat die de eerste partij is die daar de DNA-monsters mogen laten kunnen. Er is geen tweede partij in Nederland die dat doen wil of doen mag van de overheid. Hmm. Dan zou je toch kunnen gaan denken van klopt dat wel? Want als het een hybride wolf zou zijn, dat zou betekenen dat je hem wel mag doodschieten. Dat klopt helemaal. En dan staat er staat ook mooi nieuws allemaal: dat het niet is gebleken dat het een hybride Wolf is. Nee, dat klopt ook wel. Als er niet op onderzocht wordt, dan wordt het ook geen hybride Wolf. Dus ze zeggen wel van alles. Maar we hebben sterk onze twijfels erover, over hoe de DNA hoe dat gebeurt allemaal. Dus wij willen graag iets meer weten, alleen ze houden de kaarten de borst aan en we komen niet meer te weten. Maar als het een hybride wolf is, mag hij afgeschoten worden. Alleen de zuivere wolven, die mogen niet afgeschoten worden. Maar wij krijgen nog geen inzicht erin als het een hybride wolf is of een zuivere wolf. Dat wordt nu gewoon niet op onderzocht. Ja, dat is dus het verhaal wat we ontdekken bij schapenboeren hier in Drenthe. In Friesland is het nog een beetje rustig, heb ik begrepen. Wel in het zuiden is al wel de wolf gesignaleerd, zoals in Elslo. Um, ja, stel je voor dat ook de wolf naar uh, Friesland komt om daar huis te gaan houden. Uh, ja, is het nodig dat de wolf weer terugkomt in Nederland? Ja, ik vind het een lastige. Het is wel 2023 en Erwin. En uh, ja, past de wolf nog in onze samenleving zoals die vroeger was? Ja, het is een lastige discussie. Voor nu blijkt wel dat het, ja, het heel vreed is als je hoort dat een schaap eigenlijk doodgaat in het weiland. En dat er eerst allemaal onderzoek gedaan moet worden voordat die wordt afgemaakt. Is dat dan diervriendelijk? Ik weet het niet. Dit was Erika van Zebra Inspiratie live vanuit Drenthe. Bedankt voor het kijken.